Wat is dat toch een compliment als ze niemand kunnen vinden die jou kan opvolgen. En dat overkomt de hoofdredactrice van Opzij die afscheid neemt. Siska Dresseluis is de gast. Net als Geert Wilders signaleert hij al jaren problemen met de multiculturele samenleving. Maar hij heeft wat andere oplossingen. Paul Scheffer. En de Cupido van de Nederlandse televisie komt terug met een nieuwe serie All You Need Is Love, Robert ten Brink. Geert Wilders verwart hem in Fitna met Mohammed B. Pikt hij dat, vragen we aan rapper Salah Eddin. Ja, Salah Eddin, met jou te beginnen. Je komt dus in de film voor als Mohammed B. 2 november heb gedaan, dan zeg ik wallah, ik zou het precies hetzelfde hebben gedaan. Even voor alle duidelijkheid, dit is niet jouw stem. Nee. Want dit is wel de stem van Mohammed B. Ja. En jij bent geen moordenaar, maar een rapper. Ja. Nu hebben we de belangrijkste gegevens op tafel. Jij wil eigenlijk dat hij er helemaal afgaat. Ja, als het gaat met mijn foto erop, dan moet het er helemaal af. Ja. En zo niet? Ja, dan wordt hij aangeklaagd. Wat vind je van de film verder? Heel slecht geregisseerd. Want jij bent moslim, hè? Ik ben moslim, ja. Ben jij nu een gekwetste moslim? Ik ben meer gekwetst over het feit dat het toegelaten is dat deze film natuurlijk naar buiten is gebracht, dan over het feit dat mijn foto erin is gebracht. Door wie toegelaten? Dat er in ieder geval dat het toegelaten is, zowel door de media als de overheid. Ja. Ja, het is een beetje een scriptie van een schooljongen die wat aan elkaar geplakt heeft. Maar ik vind niet dat die verboden had moeten worden, helemaal niet. En je ziet de verleiding bij de regering om dat heel snel te censureren. Ik vind dat we dat niet moeten doen. Maar aan de andere kant moet Geert Wilders veel scherper weersproken worden, waar hij gewoon essentiële vrijheden in Nederland ter discussie stelt. Geert Wilders zegt van ik wil de Koran verbieden. Geert Wilders zegt ik wil niet dat er moslims in de Nederlandse regering zitten. Dus hij wil ook de politieke rechten van een deel van die Nederlandse gemeenschap ontkennen. Daar gaat zijn politieke project over. In het geval, wat ik denk is dat Wilders al juist probeert uit te lokken. Het is natuurlijk niet gebeurd en ik hoop dat dat ook niet gaat gebeuren. Maar ik ben er wel bang voor. Maar je bent dus bang voor een reactie vanuit de moslimgemeenschap. Je bent absoluut niet bang dat bijvoorbeeld Nederlanders jou in elkaar gaan timmeren op... Nee, daar ben ik niet bang voor. Nee. Dat mensen de mogelijkheid geeft om hun woede, hun boosheid, iets wat jij ook doet, in woorden om te zetten, in beelden om te zetten. Sorry, mag ik even onderbreken? Nee, maar dat is één ding. En het andere is dat je gewoon ziet... Scheffer mag je nooit onderbreken. Dat moet je weten. Ja, dat is inderdaad een belangrijk deel van de... Van je maar nu geholpen door mevrouw Dresselhuis zou ik toch even inbreken als ik jou was. Dat mijn ervaring is wel dat dus het onbehagen over de islam en gewoon de onzekerheden daarover, gewoon dat het helemaal niet een kwestie is van de mensen die alleen op Wilders stemmen, maar dat het veel dieper in die Nederlandse samenleving wortels geschoten. Maar ook tegen een deel van de moslimgemeenschap zeggen, je kunt hier niet het geloof beleven op de manier waarop je dat deed in de landen van herkomst. Hier leef je in een land met godsdienstvrijheid. En dat stelt dus vragen aan, hoe ga je om met de vrijheden van anderen? Maar wat de nood in de... Ja, zit er in ja, maar is het niet zo dat Wilders nu heeft aangekondigd dat hij gaat debatteren? Ja, vanaf volgende week. Ja, nou, dat is toch al iets heel moois? Dat vind ik dus zo hypocriet, dat je nu pas gaat... Ja, oké. Okay. Daar begint het al bij. Natuurlijk heeft ze buiten de wereld van het feminisme naam gemaakt door middel van haar meetlat. En om het leed wat te verzachten, deed ze er altijd een briefje bij waarop stond: u scoorde laag op de feministische meetlat, maar aanzienlijk hoger op mijn persoonlijke. Ja, Siska. Wat een slijmbal. Nou, door de mand gevallen. Even terug naar de hoofdredactrice van Opzij, want die moeten we nog vinden. Ja. Zou Hirsi Ali daar een geschikt kandidaat voor zijn? Nee, want ze is geen journalist. Het moet een journalist zijn. Ja, tuurlijk. Het gaat om een blad. Maar is verzet tegen bijvoorbeeld plastische chirurgie, want daar was eigenlijk een pleidooi tegen. Ja. Is dat ook weer niet ouderwets? Nee, want ik herinner me dat plastische chirurgie dat ging toch vroeger voornamelijk over de flappenoor en de neus. Ja. En dat gaat nu over vagina's en... Hebba. nou, ik bedoel maar. Maar goed, als rapper gebruik jij ook wel vreemde termen. Maar je kunt wel zien dat... sociologen zeggen dat ook. Dat, oh god, kijk niet zo naar mij. Ja, socialistische socioloog. Ja, nee. Steeds Siska, je hebt nog een paar minuten. Gebruik je tijd goed. Vandaag, nou, ga door. Kan de hoofdredacteur van Opzij een man zijn? Nee. Ja, dat mag goed. Ja, schikt het? Ja, wij doen een sollicitatiegesprek. Ben je nog niet toe aan je eigen onderwerp? Nee, nog lang niet. Ik ga nog even doen. Maar dit en die er nu staat, die is uit 1992. Dat is mijn allereerste jasje, zeg maar. Iemand is te verlegen om iemand anders uit te vragen. En dan gaat Robert ten Brink met een videobandje, die belt aan. Ja. En die haalt hem in zijn caravan en dan kijkt hij en dan zegt jongen of dat meisje... Oh jeetje, nou, laat ik dat maar doen. Nou, dat was 16 jaar geleden. Natuurlijk verblijfsvergunningen. Wat verschrikkelijk, wat we ongelooflijk veel post van krijgen van mensen die elkaar gewoon niet meer kunnen zien.
Omdat ze niet de borg kunnen betalen van, wat is het, 12.000 of 15.000 euro voor 3 maanden. Waardoor de overheid de zekerheid wil hebben dat mensen het land weer verlaten. Dat is natuurlijk helemaal schijnend, dit soort onderwerpen. Want ik als je aantekeningen wil maken, kan het Paul. Emoties uit het harmonieuze gevoel. Ja, ja, dat volgens mij hebben we daar verschrikkelijk veel behoefte aan. Ja, dat ken jij niet, hè? Kijk, heb jij wel eens geïnterviewd of zo? Ze heeft mij geïnterviewd. Ja. Oh. Ik had een +5, maar ik begin daar steeds meer aan te twijfelen. +5 als geëmancipeerde man. Als echt geëmancipeerd, als je die ook presentator noemt, vind je? Oh nee, gaan we dat niet doen, die taalkundige kwestie. Wil je een keer een screentest komen doen hier bij ons? Heel graag. Graag, gezellig.